Ter gelegenheid van de 75-jarige bevrijding van Limburg is in de gemeente Leudal onlangs de bijzondere fietskaart Leudal en omstreken 4045 van de persen gerold. Deze fietskaart voert langs 37 bekende en onbekende herinneringsplekken aan de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Leudal en omringend gebied. Met de maker van deze fietsroute gaan we langs een aantal bijzondere plaatsen van die 37 die er genoemd zijn. En we staan hier bij de dagkapel in Gratum aan de Kerk. Leon, wat is hier voor bijzonders aan? Nou, op zich is het wel een bijzondere plek. Het wil ook even aangeven dat de kaart redelijk actueel is. Want in februari van dit jaar, hier achter mij, is een quilt komen hangen. En die is gemaakt door dochters van Engelse soldaten die in Market Garden gevochten hebben. De luchtlandingsoperatie van de geallieerden rondom Arnhem. Ja. De bedoeling was dat het daar in een bevrijdingsmuseum kwam te hangen. Maar na een week, of na twee weken, werd dat doek al verhuisd eigenlijk een beetje naar het depot van het museum. En daar waren de dames wel in teleurgesteld. Maar door de contacten die pastoor Van Kan de cluster Tabor heeft, waarin Gratum ook onder valt, heeft hij die dames bewogen om dat doek hier in deze kapel op te hangen. En het misstaat niet omdat een aantal divisies die hierop staan, dus die hier gekwild zijn, die hebben ook hier in deze streek gevochten, maar onder andere de Highland, 51 Highland Division. Die hebben gevochten rondom het afwateringskanaal. Ja, ja. Verder interessant is ook, als je aan de kerktoren kijkt, dan zie je daar nog de beschietingen van de geallieerden op deze kerk. Namelijk eind september, door hetzelfde Market Garden, rukten de geallieerden op naar Arnhem. En er werd een brede strook werd er gecreëerd om die grondtroepen te laten oprukken. En in dat kader zijn ook de eerste dorpen van Leudal bevrijd, wat we tegenwoordig West-Leudal noemen. Ja. Zeg maar aan de, waar we hier staan, de gaten, maar aan de andere kant van het kanaal Wessum-Nederweert. En daar heeft toen dat front ruim een maand gelegen. Dus, en die torens, dat waren natuurlijk geliefde artillerieposten. En wisten die geallieerden ook. En die hebben dus toen die toren hier in Gratum beschoten. En die beschietingen daarvan, daar kun je nog in de mergelblokken van die kerk zien. En ik had dadelijk ook even een boek. Ik heb hier een boek uit 1946, is al vrij vlug uitgegeven, over de verwoeste kerken van Limburg. Want de kerken zijn toch wel de gebouwen geweest die het zwaarste te verduren hebben gehad. Omdat het zulke idealen, uitkijkposten waren. Ja. We staan hier bij een duiker onder het kanaal Wessum-Nederweert. Daar hebben we het straks over gehad, over het kanaal Wessum-Nederweert. Want daar stopte het. Aan de westkant bleven de Engelse, Amerikanen, Canadezen. Ja, en de Belgen, de Piron-brigade. Belgen ook nog, ja. Ja. En aan deze kant kwamen ze niet. Nee. Ja, hoewel, als je zo'n duiker ziet. Nou, er ontstond eigenlijk na dat Market Garden eigenlijk een hele rare situatie. Namelijk dat front, dat stabiliseerde zich hier. De geallieerden die waren eigenlijk bezig in Zeeuws-Vlaanderen om daar de Duitsers weg te vegen. Zodat de haven van Antwerpen gebruikt kon worden voor de bevoorrading van de geallieerden op Mars. Ja. Want die liep nog altijd vanuit Normandië. Ja. Dus de geallieerden waren op een andere plek bezig. En de Duitsers die hier zaten, op de punt waar we zaten, die waren eigenlijk te zwak om een aanval te doen. Dus er ontstond hier eigenlijk een, ja, zeg maar een beetje een schemeroorlog. De kanaal Wessum-Nederweert, dat was het front. Maar wat er wel gebeurde was, is dat, noem het maar even vijandje pesten. Ja, ja. Ja. En aan de andere kant, daar zat de eerste Piron-brigade, een Belgische brigade. Later zaten er Engelse soldaten. En die geallieerden, die hadden dat uitzicht over dat kanaal Wessum-Nederweert, patrouilleerden ze ook. Dus zij dachten, we hebben de zaak in im Griff, op het op zijn Duits te zeggen. Hier steekt niemand over. Maar waar ze geen rekening mee hadden gehouden, is met die duikers in de jaren 20 van de vorige eeuw, is het kanaal Wessum-Nederweert gegraven. En dat doorsneed natuurlijk ook een aantal beeklopen.
En via een aantal duikers zijn die, kunnen die weer hun weg voortzetten naar de Maas toe. Ja. Water naar de Maas brengen. En die Duitsers die waren clever, die gingen door die duikers, gingen die naar de andere kant van het kanaal, ongezien dus, ja, naar de andere kant toe. En aan de andere kant hier ligt dan Zandvoort, heet dat gebied. En daar zijn ze ook in geslaagd om een Belgische patrouille en zelfs een Engelse patrouille, om die krijgsgevangen te maken. Ja. En de Engelsen wisten niet waar ze vandaan kwamen. Die werden totaal verrast. Wisten niet dat die Duitsers hier door die onder die duiker doorgegaan waren. Ja. In de Tweede Wereldoorlog zijn er in dit gebied ook veel vliegtuigen naar beneden gekomen. Piloten overleefden soms, soms niet. Maar hele bemanningen kwamen ook om. Dat ze echter hier begraven zijn, is wel uitzonderlijk. Ja, dat mag je wel zeggen, hier in de schaduw van de toren van de Jacobuskerk in Hunsel. Dit zijn piloten, die zijn hier neergestort op 21 juli 1944. Even kort, de luchtoorlog, dat was eigenlijk voordat de geallieerden geland waren, eigenlijk de enige manier om Duitsland aan te pakken. En de vliegtuigen die stegen op in luchtbasis in Engeland. En met name natuurlijk het industriegebied van Duitsland, dat werd gebombardeerd. Het Ruhrgebied. En ja, daar kwamen die vliegtuigen dus hier over het Leudal, het Peelgebied, noem maar op. Dus vandaar dat hier ook heel veel vliegtuigen zijn neergestort. Ja. Het bijzondere is dat deze piloten, dat die na de oorlog niet overgebracht zijn naar Engelse kerkhoven, zoals bijvoorbeeld het kerkhof in Nederweert. En dat ze hier eigenlijk bij de ingang zijn blijven liggen naar de kerk van Hunsel toe. En ja, ik vind het toch een beetje een Normandische kwaliteit, als ik het zo mag noemen. Maar in Normandië heb je ook heel veel kerkjes en intieme plaatsen waar gesneuvelde geallieerde soldaten zijn. En dat vind je dus hier ook in het Ludalgebied. Ja. Ook interessant is om te kijken van dingen die je niet ziet. Want je ziet hier bij iedere piloot een foto staan. Ja. Alleen bij Bloor, zo heet hij, daar staat er geentje. En dat heeft ermee te maken, Bloor dat was al een oudere airgunner. Die was al in de 30. En die was getrouwd en die had ook een aantal kinderen. Maar die had tegen zijn vrouw wist niet dat hij zich bij de Air Force had aangemeld. Die dacht bij de landmacht. Dat was wat veiliger. Ja. En toen ze dat de reden waarom Bloor dat heeft gedaan, dat weten we niet. Misschien dat hij wat meer soldij ving bij de luchtmacht. Maar toen zijn vrouw hoorde van zijn overlijden, dat hij gesneuveld was, toen was ze zo kwaad dat ze alle herinneringen aan hem, inclusief foto's, in de kachel heeft gegooid. En vandaar dus hebben we hier geen foto bij Bloor. We staan hier aan de kerk van Buggenum. En daar staan opmerkelijk veel plakettes op die kerkmuur geplakt. Ja. Waarom? Nou, ik grijp even terug naar waar we zojuist waren. Het kanaal Nederweert. Dat werd dus door de geallieerden, half november werd het overgestoken. En het begon eigenlijk de tweede fase van de bevrijding van Leudal. En het doel daarvan was om de Duitsers over de Maas die we erachter zien lopen, om die daar overheen te jagen. Nou, de Duitsers, bekende tactiek, die bliezen weer de kerk op. En wat je bijvoorbeeld daar al ziet, is bij het herstel van de kerk, hebben ze scherven van de klok hebben ze in de muur gemetseld. Half november komt dus hier de nieuwe frontlinie te liggen. Die kant Maas achter Duitsland. Dus die Duitsers die willen dat per se vasthouden. Ja. Te meer ook omdat achter die Maas ook een paar kilometer verderop de Westwal loopt. Dus het was een geïntrigeerd verdedigingssysteem van de Duitsers. En bij dat spoorbrug hier in Buggenum, daar was een bruggenhoofd. Want Buggenum is dan wel officieel 16 november bevrijd. Maar de Duitsers die zaten daar nog bij dat bruggenhoofd. En daar wees die plaketten op. Dat is door de geallieerden. Hebben ze pas ergens in december, begin december, hebben ze dat weten te bevrijden. Of tenminste in ieder geval dat bruggenhoofd weten op te ruimen. Zodat de Duitsers helemaal aan de andere kant van de Maas zaten. En het front heeft hier nog gelopen tot aan 1 maart. Dus zeg maar tot aan de bevrijding van Roermond. Ja, van de andere kant van de Maas. Andere kant van de Maas. Daarom zijn er hier
En dat is dus typisch voor Buggenem eigenlijk in de gemeente Leudal. Nog veel soldaten gesneuveld. Ja. Ja, en die staan dan daar vermeld. Opmerkelijk trouwens dat er ook hier die plaquette staat van sporen die bleven. Ja. Op elke kerkmuur in de gemeente Leudal. Trouwens niet alleen in de gemeente Leudal, maar ja. Ook in het hele Midden-Limburg. Ja, het hele Peelgebied. Overal op die kerkmuren staat daar wat er met die kerkraziers gebeurde. Dat is eigenlijk een speciaal verhaal. We waren zojuist in Hunsel. En ja, zeg maar, dat is het gebied van Leudal aan de andere kant van de kanaal Westrum-Nederweert, waar geen kerkraziers plaats hebben gevonden, want die vonden plaats 8 oktober. Ja. Toen was dat gebied al bevrijd, hier niet. En hier vond een grote razzia plaats, waarin de Duitsers werkkrachten bij elkaar joegen om in Duitsland te gaan werken. Het zij in de oorlogsindustrie, daar kwam je slecht terecht, of het zij bij boeren op het land, dan kwam je wat beter terecht. En eigenlijk, de belevenis als je praat met mensen over de oorlog. Kijk, als je geen niederverzet zat, als je niet met de Duitsers meedeed, als je geen Jood was, dan was je eigenlijk tot nu toe, tot aan 8 oktober 1944, redelijk rustig door de oorlog heen gehobbeld. Maar 8 oktober werden die mensen opgepakt en de bevrijding was al in zicht. Je hoorde eigenlijk de kanonnen al bulderen. En toen zijn die mensen, de mannen in die dorpen hier aan deze kant van de kanaal Westrum-Nederweert, die zijn opgepakt. En die moesten in Duitsland gaan werken. En tot mei 45. Dus eigenlijk tot aan de einde van de oorlog. En je vindt hier ook nog op het kerkhof van Buggenem vind je een Nederlands oorlogsgraf. Dat is namelijk een inwoner hier van Buggenem geweest, meester Joosten. En die is in Duitsland, in de Vierse is die overleden. En na de oorlog is die hier teruggekomen en heeft hier een graf gekregen op de kerkhof van Buggenem. We staan hier bij de kapel in Neer. De oorlog 75 jaar geleden was hier voorbij. Ja. En de naweeën van die oorlog zijn hier duidelijk zichtbaar. Neer was al bevrijd, dus in november. Maar de Duitsers die hadden ter verdediging langs de Maas mijnenvelden aangelegd. En er waren ook een aantal mijnen waren al opgeruimd. En die lagen bij het patronaat. En daar zijn deze kinderen, die zijn daarbij uitgekomen. Jongens rond de 11, 12 jaar. En die zijn met die mijnen gaan spelen. Met dramatisch gevolg. Want een oorlog heeft natuurlijk altijd, voor een burgerbevolking natuurlijk, altijd dramatische gevolgen. En vandaar die datum 8 januari 1945. Toen is dat verschrikkelijke ongeluk gebeurd. 7 kinderen zijn zijn daarbij omgekomen bij dat mijnongeluk. En ze zijn hier begraven. Waarom hier en waarom niet op het kerkhof van Neer? Dat komt omdat Neer toen nog in de frontlinie lag. En dit was aan de andere kant van de Napoleonsweg. Lag wat lager uit het zicht van de Duitsers. En hier bij die kapel, daar zijn die kinderen toen herbegraven. 7 kinderen. Er zijn er nu nog 6, want eentje is later herbegraven in Beegde, omdat hij uit Beegde kwam. Wat is lot, noodlot, noem het maar op. Om de hoek daar zie je Windhorst. En die had een kleiner broertje bij zich. En dit was natuurlijk een spel voor grotere kinderen. Dus die stuurde zijn broertje, stuurde die weg, die mocht daar niet aan meedoen. Nou, dat is zijn geluk geweest, want daarom is hij er niet bij. En die is later nog dokter hier en neer geworden, namelijk dokter Ruud Windhorst. Ja. We staan hier bij Klooster de Kreppel in Heidhuizen. Wat heeft dat in hemelsnaam met de oorlog te maken? De Kreppel is een voorbeeld van hoe de Duitse bezetter gepoogd heeft om de Nederlandse samenleving in te richten, te nazificeren. Voor de oorlog zaten hier de zusters, de volgelingen van Catharina Dame. Maar die werden in de oorlog door de Duitsers eruit gejaagd. En die werd in zogenaamde Reichsschule für Mädel in gehuisvestigd. Er was er ook eentje voor jongens. En die zat iets zuidelijker in Valkenburg, hier in Zuid-Limburg. Maar die voor meisjes, die zat hier in de Kreppel. De Kreppel, het klooster, ja, is helemaal weg. Alleen de kapel die herinnert ons nog aan het oude klooster. Ja. Maar heel bijzonder was de vrouw die hier als directrice aangesteld werd.
En dat was een Nederlandse adellijke dame, Julia op den Noord. En die zat begin jaren 30 zat die bij een christelijke secte, mag je het noemen. Ja. En die hadden die secte, die geloofsgemeenschap, die had het plan opgevat nadat Hitler de macht had gegrepen in Duitsland om de nazi's te overtuigen van hun christelijke beginselen. En zij werd ook naar Berlijn toegestuurd om met die top daarmee om die mensen te overtuigen. Maar eigenlijk gebeurde het omgekeerde. Zij werd een overtuigde nazi. En zij is hier door, door Himmler, door de Duitsers in ieder geval, aangesteld als directrice. Is ze amper een jaar geweest, want toen werd ze door Himmler hemzelf, dus de Reichsführer van de SS, werd ze naar Duitsland geroepen. De eigenlijke reden dat was, is dat ze zwanger was. De Duitsers die hebben eigenlijk nogal een loopje genomen met de huwelijkse moraal in die tijd. Ja. Ja. Want volgens de Duitsers, volgens de rassenleer, moesten natuurlijk de meisjes natuurlijk kinderen krijgen van rassensterke personen, rassensterke Duitsers, Germanen. En waar waren die in de oorlog? Ja, die stonden natuurlijk aan het front. En wat thuis zat waren eigenlijk de kneusjes. En die Duitse meisjes zijn eigenlijk volop gestimuleerd om gemeenschap te hebben met, met raszuivere, in hun ogen raszuivere mannen, om kinderen te baren. En daar een van die vrouwen is ook Julia op den Noord geweest. Ze heeft ook een kind gekregen. Na de oorlog heeft ze het een heel aparte weg genomen. Ze is in Duitsland gaan wonen. En ze heeft daar een aantal boeddhistische groepen, iets totaal anders, heeft ze daar opgezet. En met name onze Roel van Duin, de provo uit Amsterdam, die heeft daar nog niet zo lang geleden een heel interessant boek over haar geschreven. En zij is ook naar die groepen in Duitsland toegegaan. En die mensen die vielen van de stoel toen ze hoorden van het bruine verleden van onze Julia hier. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja, nou, en vandaar ook volop reden om op de kaarten op te nemen. Ja, ja. Met een uitleg erbij natuurlijk. Met een uitleg erbij. We hebben nou een paar van die hele mooie plekken gezien. Ja. Maar dat zijn ze natuurlijk lang niet allemaal. Dat waren er 37. Dat zijn het in totaal. En dit waren er een paar, maar we kunnen ze niet alle 37 laten zien. Mensen moeten trouwens ook zelf gaan kijken. Dat is ja, de bedoeling. Dat is de bedoeling, ja. Maar daar hoort een kaart bij en daar hoort een routebeschrijving bij. Ja, dat is deze. Hoe komen de mensen eraan? Ja, hoe komen ze eraan? Hoe kom je aan die kaart? Die kun je krijgen bij alle toeristische punten in de gemeente Leudal. En op het gemeentehuis in Heidhuizen kun je de kaart ook krijgen. Ja, in het gemeentehuis weet iedereen te liggen, maar die toeristische punten, waar liggen die? Ja, dat zijn die bekende I-punten. En ook bij campings en hotels en toeristische restaurants, ja. Daar kun je ze krijgen. Daar zijn ze allemaal. Ja. En de bedoeling is dus om met die fietsroute om te gedenken dat wij 75 jaar geleden zijn bevrijd. Fijn, gaan we doen. Goed zo.